Ja, vorig jaar in de stoomfabriek had je de duurzaamheidsdialogen. En dat was een initiatief van Groen Gebogen en het Levende Dorp. En dit jaar is dat omgebogen in heel iets anders. Wel met dezelfde initiatiefnemers op de achtergrond, alleen heet het nu heel anders. Het heet namelijk De Toekomstmakers. En dat is ook wel een heel mooi bruggetje naar de nieuwe serie die hier in de stoomfabriek gaat plaatsvinden. Dinsdag was de eerste en onder andere was daar aanwezig Annemie Lepelaars. En zij is van Landjuweel De Hoeve in Dalfsen. Annemie, wat heb jij vanavond kunnen bijdragen aan die eerste reeks? Nou ja, ik denk dat we in ieder geval een plaatje hebben kunnen schetsen over hoe je duurzaam kunt omgaan met misschien wel wat ouderwetse gedachtegoed van een boerderij. Maar hoe je dat in de moderne tijd toch kunt verbreden, waardoor zowel voedsel als mensen, als planten, als dieren in een soort van duurzame kringloop met elkaar kunnen leven. Want waar ging het om in die eerste reeks? Over eigenlijk duurzaamheid, maar ook voedsel weer in verbinding brengen, als het ware, met de consument en andersom. Met andere woorden, eigenlijk initiatieven om een tuinderij te beginnen in een dorp. Zeg ik dat een beetje goed of is dat heel krom geredeneerd? Nee, dat is eigenlijk wat het is. En wij zijn daar 15 jaar geleden mee begonnen. En wij leveren alles af in de omgeving van 25 kilometer van ons bedrijf. Dus echt heel regionaal. En ik denk dat hebben we toen al eigenlijk een beetje voorzien, dat misschien in de toekomst haalbaar is. Dus dat soort dingen zouden er elk dorp kunnen komen. Hè, waardoor je dus je eigen voedsel uit je eigen omgeving en je eigen biotoop haalt. Ja, 10 jaar geleden zat ze nog gewoon op kantoor, maar in 2015 begon het toch een beetje te kriebelen. Valerie van Dijk van Permacultuur Tuinderij De Veldhof in Joppe, dat is het buitengebied van Gorssel tussen Deventer en Zutphen, en tevens oprichter van SCA Nederland, oftewel Community Supported Agriculture. En dat is eigenlijk een heel lastige uitdrukking voor gemeenschapslandbouw. Dan moet je toch even uitleggen, Valerie. Wat is dat nou, gemeenschapslandbouw? Nou, gemeenschapslandbouw betekent eigenlijk dat je met een groep mensen zegt, laten wij een landbouwproject starten en met z'n allen dat mogelijk maken. En dat betekent dat je met z'n allen een stukje land zoekt, dat je een tuinder probeert te vinden en dat je eigenlijk met z'n allen daar een aandeel in neemt in dat stukje land en in wat er van dat stukje land afkomt aan groente en fruit. En als jij dat leuk vindt en je committeert je aan zo'n project, dat betekent dat het je vooruit betaalt. En dat je ook een beetje deelt in de opbrengsten, maar ook een beetje in het risico in eventueel de schaarste. Dat is het principe van CSA. Dus samen maak je je sterk, samen heb je een stukje land en je eet wat er van dat land afkomt. Dus niet meer naar de supermarkt om je groenten en fruit te halen, maar gewoon naar een plaatselijke tuinder om daar je producten bij elkaar te zoeken en eventueel zelfs ook te oogsten. Ja, op mijn tuinderij worden de pakketten voor je klaargezet, wordt het geoogst. Je kan er ook voor kiezen om zelf te oogsten. Op andere tuinderijen is het inderdaad zo dat je zelf je groenten komt oogsten en dat je gewoon kijkt wat er die week klaar is. Dus je eet met het seizoen en lokaal. En het leuke is ook, omdat het natuurlijk zonder tussenpartijen is, geen logistiek, geen plastic. Het is veel duurzamer, het is eigenlijk ook een stuk betaalbaarder en het is super vers en gezond. Dat is eigenlijk het meest natuurlijke wat je kan doen. Jullie hebben verschillende poten in het bedrijf, hè? Ja. Jullie werken ook met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, laat ik het zo maar even noemen. Hè? Ja. Mensen met een beperking, dat kan autisme zijn, het kan van alles zijn. Die werken mee bij jullie op het bedrijf. Hoe bijzonder is dat? Ja, dat is heel bijzonder, want zij zijn voor ons echt heel belangrijk. Zij zorgen er eigenlijk voor dat Landjuweel De Hoeve kan zijn. En dat doen zij door op hun eigen manier, op hun eigen wijze, mee te participeren in alles wat op ons bedrijf gebeurt. En dat kan met de koeien zijn, dat kan in de groentetuin zijn, kan ook een klant helpen in de winkel zijn. Of een kopje koffie serveren voor iemand die langs komt fietsen. En iedereen kan gewoon bij jullie terecht, hè? In de zin van, als mensen bij jullie op bezoek willen komen, kunnen ze dat onaangekondigd doen. Jullie zijn hartstikke transparant. En wat ik heel mooi vind, dat wist ik niet, jullie hebben een potstal. En dat moet je even uitleggen. Ik ken het wel, maar misschien moet je het even uitleggen wat een potstal is. Ja, een potstal is eigenlijk gewoon een betonnen bak.
in je stal, waar stro in zit en waarin de koeien heerlijk kunnen loungen, zoals wij dat noemen. Het is eigenlijk een hele ouderwetse manier om je koeien te houden. Voor de lichtboksenstal en voordat koeien vaststonden, hadden mensen een potstal. Wij hebben dat eigenlijk weer teruggebracht, omdat wij weten dat koeien dat heel prettig vinden en dat je ook de beste mest krijgt voor het land. Is er een verdienmodel? Er is zeker een verdienmodel. Het is niet altijd per se meteen heel makkelijk. Je hebt met het opbouwen van de tuinderij ook wat tijd nodig. Zeker als je met fruit, met noten wilt gaan telen. Dan duurt het natuurlijk een paar jaar voordat er echt wat staat. Eenjarige groenten zoals sla en komkommer, dat soort groenten is heel makkelijk. Maar het is er meteen, maar het is wel ook weer veel werk, arbeidsintensief. En het hangt er een beetje vanaf hoeveel klanten of hoeveel deelnemers je hebt in je CSA. Als je begint met een groep van 100 die meteen enthousiast zijn, met z'n allen vooruit betalen. Nou, dan kan jij investeren in die grond. Je kan aan de slag en als tuinder kan je daar ook van leven. Soms heeft het wat meer tijd nodig en dan heb je een wat langere adem nodig. Ja. Nou, willen jullie dat ook allemaal gaan uitrollen, hè? Over heel Nederland het liefst natuurlijk. Hoe gaan jullie dat aanpakken? Nou, er is nu net een landelijk CSA-netwerk opgericht voor Nederland. Een van de doelstellingen is om de toegang tot grond makkelijker te maken. Het is nu helemaal niet zo makkelijk voor een startende tuinder of een groepje mensen dat de CSA wil beginnen om een stukje grond te huren, laat staan te kopen. Daar wordt echt specifiek naar gekeken of dat makkelijker kan worden. Dus ook in politieke debatten. Het wordt op de agenda gezet. En daarnaast wordt er ook heel veel gedaan aan kennis en ervaring, uitwisseling. Zodat je ook andere mensen die nu zeggen van goh, dat spreekt me aan, dat vind ik leuk. Daarin mee kan nemen, stageplekken kan aanbieden. Nou ja, ons motto is eigenlijk elk dorp een eigen tuin. Dat zou fantastisch zijn. Geen supermarkt meer nodig. Nou ben jij in 2015 begonnen, nog niet zo heel lang geleden. Een succes, hè, tot nu toe. Nou vraag ik me even af, hè, want jij werkt volgens het principe van permacultuur. Kun jij in, nou ja, Jip en Janneke taal uitleggen wat permacultuur nou eigenlijk is? Ja, het is een beetje een aparte term, maar het staat voor permanente agricultuur. Het betekent dat je een systeem ontwikkelt dat zoveel mogelijk op de natuur gebaseerd is. Dus je kijkt naar de natuurlijke principes, die kopieer je. En je probeert in zo'n systeem een energiekringloop tot stand te brengen, een evenwicht te creëren, waarbij nou ja, als je een paar jaar verder bent, merk je dat een tuin veerkrachtig wordt. Dat je minder ziekte en plagen hebt, dat er ruimte is voor insecten. Alles zo natuurlijk mogelijk. En uiteraard geen kunstmest, geen pesticiden en geen genetisch gemanipuleerde zaden. Dus terug naar de natuur en daarop meeliften. En ook een stukje, hoe moet je het zeggen? Je gaat anders kijken naar eten. We hebben het gevoel dat alles maakbaar is. Mensen willen graag alles controleren en beïnvloeden. En soms merk je, nou, dit is dus niet beïnvloedbaar. Nu neemt de natuur het even over en dat is ook prima. En heb je nog steeds heel veel dingen uit de natuur die je wel kan eten. Dat maakt het ook heel mooi. Dus lokaal en met de seizoenen. En gewoon kijken, wat is er en wat kan ik daarmee je voedingspatroon erop afstemmen. Dat is wat we doen. Kan dat in deze tijd? Absoluut. Zeker. Ja, waarom niet? Ja. Het is even wennen. Het is misschien dat je zegt van goh, ik eet een keer wat anders dan broccoli. Broccoli hebben we trouwens ook, is ook geen probleem. Soms vraagt het wat meer creativiteit. Deze week heb ik bijvoorbeeld in mijn pakket ramenas. Nou, weinig mensen die nog weten wat dat is. Maar het is hartstikke lekker. En dan google je even en dan kan je er nog steeds een heel lekker maaltijd van maken. Dus het vraagt wat creativiteit. Maar je eet daardoor wel een stuk diverser en ook gezonder. We moeten met z'n allen eigenlijk gewoon een beetje gaan omdenken. Ja, ja, dat zou heel mooi zijn. En als jij zelf je groenten gaat oogsten, dan krijg je ook veel meer waardering ervoor. Dan krijg je ook veel meer het gevoel van, oké, dit heeft waarde. Hier zit energie in. Dit is belangrijk. Dit is goed voor mijn gezondheid. Je gaat anders met je voeding om. Je gaat ook veel minder weggooien. Want als je het zelf geoogst hebt en bereid, nou ja, dan realiseer je dat het eigenlijk gewoon ontzettend zonde is om dat niet te eten. Dus ja, je gaat anders eten en je wordt er vanzelf een stuk gezonder van.